En de Algemene Bond, personeel Binnenlandse Zaken, wil met de president, de vicepresident en de minister van Binnenlandse Zaken om de tafel om te praten over de kwestie van het personeel bij de kustwacht. Germain Lichon, ondervoorzitter van de Bond, was vandaag samen met een groep kustwachters bij het kabinet van de vicepresident om dit te bespreken. Het personeel van de kustwacht is al geruime tijd in actie vanwege verschillende zaken zoals hun salariering en de slechte communicatie met de directie en de minister. Lichon vindt dat minister Bronto Somohardjo geen gehoor geeft aan de oproep van de bond. Ik heb geen één minister gezien die zo brutaal is als Bronto Somohardjo. Geen één. Ik kan ze bij namen noemen. Geen één die zo brutaal is als Bronto Somohardjo. Hij drukt gewoon zijn wil door en dat de regering het accepteert, vind ik Germain Lichon vreemd tot de dag van heden, vandaag 8 december 2020. En hoe lang de president en de vicepresident dit nog gaan accepteren van Bronto Somohardjo, weet ik niet. Maar zo, met deze minister daar op Binnenlandse Zaken, wordt het echt moeilijk. Hij zegt verder dat het personeel van de kustwacht ook vraagt naar een betere rechtspositie en betere medische voorzieningen. Dit is noodzakelijk omdat kustwachters op zee veel moeten ontberen. Die leden moeten op zee gaan, 3-4 dagen hun gezinnen achterlaten. Ja? En ze verdienen 3000 SRD, de Maluku en van de man 3000 SRD. Ik vind van, je kan de kustwachter, goed op zee, liep je gezin. En heel wat dingen zijn niet in place gebracht, nog steeds niet. Anderen werken 3-4 jaren en ze hebben nog steeds een arbeidsovereenkomst. En dat gaan we niet accepteren als bond toch. Die mensen hebben toch ook rechten, ze hebben toch niet alleen plichten. En nu ze opkomen voor hun belangen, dan lijkt het alsof ze niet meer willen werken bij kustwacht. Terwijl dat niet de bedoeling is. Die leden willen gewoon een betere rechtspositie. En daarvoor willen we aan tafel zitten met de minister, met de president, met de vicepresident, zodat jullie dan in zaken gerealiseerd worden. Hij gelooft wel dat de regering geld heeft om te werken aan het wensenpakket van het personeel van de kustwacht. Minister Bronto Somohardjo om een reactie gevraagd vond het niet nodig te reageren op de uitspraken van Lichon.